vierde plaats. Wat geeft dat voor gevoel? Ja, dat is natuurlijk een net niet gevoel wat je hebt, dus dat is altijd balen. Ik heb een lastige aanloop van het seizoen gehad, dus in achtneming zeg maar, kan ik eigenlijk wel heel tevreden zijn met de vierde plek. Maar als ik kijk naar hoe de voorbereidende stage is gegaan, had ik stiekem toch een hogere verwachting van mezelf. Het geeft het voor gevoel eigenlijk niet helemaal tevreden, gezien het loop van het seizoen. En ik heb zoveel harder gereden dit seizoen en dan is zesde eigenlijk, ja, het is een zure plek voor wat ik weet, wat ik verleden heb gereden dit seizoen, had het beter gemoeten. Ik had gehoopt natuurlijk om een bronzen plek weer terug te winnen, om het zo maar te zeggen. En dat is me niet gelukt. Zij rijdt een area record. En dat is natuurlijk fantastisch voor haar. Ik had gehoopt dat ik er toch wel minstens weer zo dichtbij zou zitten en dat ik aan de goede kant van de stuiver zou vallen deze keer. Een bronzen medaille op de 100 meter. Goed gevoel, denk ik. Ja, het is eigenlijk, ik wist dat Pekka die zoals oud getrouw gewoon net een beetje maakje te sterk. Ik was eigenlijk benieuwd hoe die Chinees Liu het zou doen. Hij had de vorige keer op de vorige kampioenschap eigenlijk ook net een stukje ervoor. Dus ja, het is op zich tevreden over het resultaat. Dus,